Ja, Anna, als wie zou lopen, is natuurlijk mijn één logische eerste vraag. Tik hem maar aan. Hoi Anne, onze vraag is, wat is uw favoriete dino? De favoriete dino? Ja. Dat is, ik denk toch iedere keer de dino waar we op dit moment mee bezig zijn en waar we net wat nieuws van ontdekt hebben. Dus deze week is het Triceratops. Die erachter? Ja. Die is wel ook indrukwekkend. Ze zijn leuk, hè? Oh, mijn vraag is, waarom ben je dino-deskundige geworden? Groetjes, Ruben. Ik vond vroeger fossielen eigenlijk altijd al hartstikke leuk. Een eigen fossielenverzameling. Als klein jochie. Ja, dat is uiteindelijk ook een studie geologie geworden. En ik vond het eigenlijk altijd al leuk. Hoi Anne. Wat is het mooiste dat je ooit hebt ontdekt? Nou, wat hoop je nog eens te ontdekken? Ik heb natuurlijk een paar prachtige dinosaurussen mogen opgraven. Dus dat is ontzettend leuk. Dit is een ontzettend fijne opgraving. Het zand is heel zacht, de botten zijn hard, ze zijn perfect bewaard gebleven. Dus je hebt niet vaak dat je zo'n makkelijke opgraving hebt als deze. Wat hoop je nog te ontdekken? Nou, dat is een heel klein mysterieus mosasaurusje waar nog niet zo heel veel botten van bekend zijn. En het zou wel zo gaaf zijn als we daar ooit een keer een compleet skelet van tegenkwamen. Dus, die wil ik echt nog een keertje vinden. Hoe weet je dat daar een dino-bord in de grond zit? Heel vaak begint het gewoon met rondlopen en rondlopen en rondlopen. We kunnen ook zien van op satellietkaart of Google Maps of zo. Van hey, daar hebben we niet veel begroeiing. Dus laten we deze zomer eens een keertje in dat en dat gebied gaan kijken. En dan ga je met een heel team mensen rondsnuffelen. Ja. En soms, vind je niks. Hoe kan je die botten dinosaurus in elkaar zetten? Doei! Groetjes, David! David, hoe zet je de bordjes in elkaar? Want het zijn er heel veel, als ik alleen even kijk hierna. Het is een hele puzzel, een beetje dino, daar heb je zomaar een 300 bordjes of misschien wel nog meer. Wat belangrijk is, is natuurlijk dat je ze eerst helemaal goed schoonmaakt. Dan pas kun je er in een museum ook echt al die bordjes weer in elkaar zetten en het hele skelet neerzetten. Ja. En dat gebeurt hier? Het schoonmaken van de botten, dat doen onze preparateurs, want zo noemen we dat, prepareren. En hier maken ze de botten schoon. Dit zijn echte dino-botten? Dit zijn echte dinosaurusbotten, ja. Hallo Anne, ik ben Luca. En mijn vraag is, kun je een dinosaurus in dat Jurassic Park tot leven brengen? Doei! The most phenomenal discovery of our time. How'd you do this? Ik zie het niet gebeuren. Jurassic Park. Het is toch een beetje een science fiction film, hè? Dus ja. Ze hebben science, ze hebben de wetenschap, maar het is ook fictie. Het is bij elkaar verzonnen. Don't move. Bigger. Why do they always have to go bigger? Die latere Jurassic Park en de Jurassic World films, daar gaan ze nog eens een keertje verder. Want daar willen ze de dino's groter en enger maken. En die Indominus Rex, dat is een dinosaurus die nooit bestaan heeft. Hi, Anne. Heb je wel eens een nieuwe dinosaurus ontdekt? En hoe heb je die dan genoemd? Een nieuwe dinosaurus, ja, dan mag je het beest ook een nieuwe naam geven. Dus die hebben we Angola Titan genoemd, de titanosaurus van Angola. Kwam je niet in de verleiding om dan je eigen naam te geven? Nee, dat mag niet, dat doe je niet, dat nee? Hoort niet. Nee, oh. Nee, dat is helemaal goed. Nee, doen we niet. Nee. Hoeveel tanden heeft een T-Rex? Ja, hoeveel tanden heeft een T-Rex eigenlijk? Als je die tanden in het dinosaurusboek gaat tellen, dan zie je altijd zo'n hele rij met mooie tanden. Maar dat zijn eigenlijk allemaal van die gelukkige dino's die met een prachtig gebit rondlopen. En je ziet hier, in het echt is dat helemaal niet zo. Dus ze lopen eigenlijk altijd rond met een fietsenrekje of twee. En elke kaak wel één of twee tanden die aan het wisselen zijn. Dus meestal kom je in de buurt van de 50 tanden.